We zitten nu op 4% duurzame energie, dus we hebben nog 96% te gaan. Het plan is dat we dat voor 80% gerealiseerd hebben in 2050. En ik denk dat als Europa, als je het bij elkaar optelt, zijn we redelijk op pad. Maar ook in Nederland hebben we nog een hele hoop te doen. Ja. Ik geloof dat als alles meevalt, kunnen we het net halen, nog onze eerste doelstelling voor 2020. Maar ja, wanneer valt alles mee? Ja. Ja, Alliander beheert in 1/3 deel van Nederland de elektriciteit en de gasnetwerken. Ja, dus u bent van de kabeltjes waar de energie doorheen stroomt? Wij brengen bij zo'n 3 miljoen mensen elektriciteit en gas thuis. Ja, ik heb van huis uit meegekregen dat je niet alleen je gezin hebt en je werk doet, maar ook op een andere manier met de talenten die je hebt breder in de maatschappij bijdraagt. Vroeger was dat meer gescheiden. Ik had het idee dat mijn vader meer voor het bedrijf werkte en dan naast zijn werk deed hij nog iets in de politiek of op de school of andere dingen. En denk ik in de tijd van vandaag zie je meer dat de maatschappelijke invulling, ja, die wordt meer onderdeel van je werk. En jonge mensen die bij ons komen, die willen weten wat we als bedrijf doen. Maar vaak weten ze dat al als ze hier komen. Hoe wij daarnaar kijken, wat we doen en waarom we dat doen. En dan willen ze ook weten welke bredere invulling, welke bredere zingeving er in ons werk zit. Wat betekent duurzaamheid als ik meer denk aan uw core business van de kabels? Ja, als Alliander moeten we denk ik duurzaamheid op een aantal manieren invulling geven. Misschien wel het allerbelangrijkste is dat we moeten zorgen dat onze klanten zelf energie zelf op kunnen gaan wekken en wind- en zonne-energie kunnen gaan gebruiken. Ik bedoel, dat is het in onze core business, dat moeten we zo goed mogelijk faciliteren. Dus als mensen heel veel zonnepanelen op hun dak hebben, dat werkt en dat als ze over hebben, dat ze dat terug kunnen leveren. En als we te weinig hebben, dat gewoon weer uit het net kan komen. Dat is denk ik belangrijk, dat als ze dat terugleveren, dat het netjes opgemeten en afgerekend wordt en dat ze er ook weer geld voor krijgen. En hetzelfde geldt even voor windmolens of andere, voor groen gas of biogasinvoeding. Er zijn heel veel, zeg maar, andere dingen die op ons afkomen als netwerkbeheerder die wij moeten faciliteren, onze klanten daarmee helpen. Dat is denk ik heel belangrijk als je dat gaat invullen. En daarnaast moet je voor de invulling van duurzaamheid in je eigen bedrijf moeten we naar onze eigen energievoorziening kijken en vooral ook naar onze materialengebruik. Als we kijken naar de medewerkers, wat houdt het mbo-beleid dan in? De medewerkers over het algemeen vinden het mooi in een bedrijf te werken wat ook een maatschappelijke functie heeft. Nou zit het al in onze kerntaken, dus die extra invulling die er in deze tijd bij komt, ja, dat past heel goed denk ik bij mensen die bij ons bedrijf werken. Dus die voelen zich op een bepaalde manier al, ja, denk ik, geïnspireerd of uitgedaagd om bij te dragen aan ook de grotere maatschappelijke uitdaging die we hebben. Om bijvoorbeeld mensen die minder makkelijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt, hè, om die een nieuwe kans te geven. We hebben nu zo'n 75 mensen per jaar vanuit verschillende achtergronden die we een jaar hier bij Alliander een kans geven om eigenlijk weer terug in het arbeidsritme te komen. En vanuit die balans en rust en ook regelmaat, ja, weer bij ons of bij andere bedrijven een baan te vinden. Vaak lukt dat ook. Maar achter die 75 mensen waar het om gaat, zitten zeker 75 mensen uit ons bedrijf die als mentor elke dag die mensen meenemen. We krijgen eigenlijk een energiesysteem waar, ik zeg wel eens, over 10 of 15 jaar, als de zon schijnt of de wind waait, dan hebben we eigenlijk veel te veel stroom en elektriciteit op dat moment. En als dat niet zo is, dan komen we tekort. Dus de kunst wordt om het enerzijds op te slaan. Nou, dat is nog niet zo eenvoudig. Dus ik denk ook dat het in de maatschappij zal veranderen, dat we veel meer gaan verbruiken als het er is en minder verbruiken als het er niet is. He, dat
Als je heel veel zon en wind hebt, dan wordt het ook bijna gratis, denk ik. Misschien is het wel zo dat sommige fabrieken, ijzersmelters, papierproducenten, chemische fabrieken, ja, die volgen nu misschien het rooster van de ploegendienst en werken vooral overdag. En ik denk dat het wel zo zou kunnen zijn dat die dan veel meer gaan werken als de wind waait en de zon schijnt en gewoon wat minder produceren of niet. Als dat niet zo is. Als er 180 dagen per jaar bijna gratis stroom van windmolens op het land en op zee is. Ja, dan denk ik dat ondernemers en industriële bedrijven, die gaan zich daarop richten. Die gaan daar gebruik van maken. Volgens mij geeft het laatste IPCC-rapport aan dat we echt nog wat te doen hebben. En dat in een heleboel scenario's we te laat zijn. Ik ben wel optimistisch over de toekomst van zonne-energie. Ik denk dat we daar nog onderschatten hoe snel dit zich eigenlijk ontwikkelt en hoeveel effectiever, hoeveel efficiënter die panelen nog kunnen worden de komende 15 jaar. Bent u dan tevreden met uw eigen rol van uw eigen bedrijf? Ik zeg altijd dat wij minimaal het tempo van onze klanten bij moeten kunnen houden. Dat lukt nu nog, maar als het straks harder gaat, en wij kijken natuurlijk 10, 15 jaar vooruit, ja, dan zien we nu al punten dat als het echt zo hard gaat als in sommige scenario's, ja, dan moeten we eigenlijk nu al aan de bak om dingen anders te gaan doen, vaste kabels in de grond te leggen. Dus ja, ik probeer ook een beetje van die urgentie van wat uit sommige van die scenario's blijkt al vandaag in ons bedrijf te krijgen. Aan de andere kant, ja, je wilt ook niet kabels in de grond leggen waarvan je niet zeker bent dat je ze gaat gebruiken, want dat kost ook een hoop geld. Nou, die afwegingen maken, ja, dat doe ik bijna elke dag. Thomas Rauw, u aangedragen met de mooie woorden dat u een stille kracht bent die nogal radicale maatregelen neemt onder de oppervlakte. Is dat een plaatje waar u zich in herkent? Ja, ik denk dat Thomas heeft denk ik goed zicht op wat we aan het doen zijn met onze materialen en gebouwen. En ik denk dat hij dat radicaal vindt, maar dat we daar misschien wel iets meer over zouden mogen uitdragen en vertellen. En ja, daarnaast zijn we denk ik wel echt bezig om het structureel te veranderen. Maar in ons bedrijf gaat dat omdat je in een hele lange cyclus ziet, zie je dat niet zo snel. En misschien vertellen we er ook te weinig over. Het grootste obstakel zit denk ik vooral in het definiëren waar je nu echt van bent en wat je bedrijf is. En wat ik bij veel bedrijven nog zie, dat ze eigenlijk zeggen, nou, de wetten, normen en alles wat daar staat, dat is voor ons een randvoorwaarde. En daarbinnen optimaliseren wij onze winst. En met wat daar staat, of wat in de vergunning staat, als we daaraan voldoen, dan is het goed. En dan hebben we een license to operate. Dan mogen wij in een land of in een gebied opereren. Ik denk dat zeker in deze tijd, is vanuit mijn perspectief een te kleine opvatting van je rol als bedrijf. Ik denk dat je als bedrijf ook onderdeel van die samenleving bent. Dat je niet kunt verwachten van overheden of regelgevers dat die alles van tevoren bedenken en dan jou een vergunning geven. Ik denk dat je zelf ook onderdeel bent als bedrijf van die maatschappij. Dus ook waar je dat kunt in je eigen bedrijfsvoering. En daar mag je ook op aangesproken worden. Ja, dat je daar ook zelf activiteit op neemt en proactief in gaat zitten. Ja, ik denk dat die manier van kijken van ik heb een license to operate, dus ik hoef me alleen maar met de winst bezig te houden. Ja, ik denk dat uiteindelijk geen license to operate zal blijken. Dank u wel. Aan wie wilt u het stokje overdragen voor het volgende interview en waarom? Ik wil het stokje overdragen aan Bert van der Elst, de CEO van Heijmans. Omdat ik vind dat hij met zijn bedrijf, eigenlijk, hoewel het in een lastige situatie zit in deze economische tijd met veel minder bouwactiviteiten, wel de rust en de ruimte heeft genomen om toch op een andere manier te kijken naar hoe het verder moet met zijn bedrijf. En hoe zijn bedrijf ook als met duurzame oplossingen weer zichzelf opnieuw uit kan vinden.